Hoi en leuk dat je kijkt naar Paradat 2. Vandaag is het weer tijd voor een nieuwe huis/stal-verbouwingsupdate. Ik ga jullie meenemen in ons project van droomhuis tot stal, waarbij wij van helemaal 0,niks ons droomhuis en ons droomstal gaan bouwen. Jullie vinden deze video's echt mega leuk en jullie delen al jullie ideeën met ons en wij vinden het echt heel gaaf. Vandaag heb ik dus weer een nieuwe update voor jullie over alle nieuwe dingen die de komende tijd gaan gebeuren. Dus als je dat interessant vindt, dan moet je even blijven kijken. Voor mijn gevoel kan ik deze video's altijd het beste indelen in een soort van vijf verschillende thema's. We hebben het huis, we hebben de tuin, we hebben de stal, we hebben het land. Dus waar ook dus de paarden straks op komen en de buitenbak en dat soort dingen. En we hebben dit ding waar ik nu aan sta, dat ingevallen huisje wat jullie de afgelopen video's een keertje gezien hebben. En dat zijn eigenlijk de vijf projecten waar we aan werken. En ik denk dat ik even ga beginnen gewoon vooraan bij het huis en dan ga ik zo stap voor stap elk project af en jullie vertellen waar we nu op dit moment mee bezig zijn en wat er allemaal gaat gebeuren. Goed, nog even voor de mensen die het hebben gemist. Wij zijn 2 jaar geleden verhuisd van onze eigen stal die we thuis hadden met 15 verschillende paarden. Stallen, binnenbak, buitenbak, alles op en eraan. Echt een bedrijf. Verhuisd naar een compleet nieuw project waar we alleen nog paarden van onszelf gaan houden en waar we lekker voor onszelf gaan trainen. En dat is uiteindelijk deze oude boerderij geworden waar nog helemaal niks is en die wij helemaal zelf van begin tot eind gaan opknappen. En het huis is nu voor 90% klaar. Hetgene wat wij nog moeten doen is een klein stukje in de gang. Daarom staat deze kist hier ook. Hier zitten tegels in voor in de gang. En we moeten boven nog een stuk afmaken en verder. Is het huis nu dus helemaal klaar. Dus we wonen echt in deze hele grote boerderij. Dit was vroeger het woongedeelte. Dat was vroeger de koeienstal met al die kleine raampjes aan die kant. Dus daar stonden echt de koeien van vroeger van de boer. En aan deze kant stonden vroeger de varkens in deze, dit uitbouwgedeelte. En dat is dus één grote boerderij. En alle onderdelen die zitten aan elkaar vast. En die hebben we dus helemaal verbouwd. Want er was hier dus echt helemaal niks. En dat is natuurlijk super tof dat we dat gedaan hebben. Ook gewoon helemaal zelf. Dus ik ga even naar binnen om jullie boven te laten zien. Dit is de voordeur. Hier stond ik net voor. En dit is dan de gang. En hier zie je dat die stenen die bij de voordeur stonden, die moeten dus hier op de vloer. Ze komen hier ook de muren en het plafond stukken. Dat doen ze tegelijkertijd met boven. En dan knappen we ook gelijk de trap op. Die gaan we helemaal schuren. Er komen nieuwe tussenspijlen tussen. En gewoon dat hij weer helemaal netjes is. En dan gaan we even naar boven. En dit is dan de gang. En dit moet ook allemaal gestuukt worden. Die moet ook gestuukt worden. En hier hebben we dan de overloop. Dus dan krijg je rechts van de trap krijg je eerst een heel gezellig nisje. Al zeg ik het zelf. Hier kan je ook het raam open doen. En daar kan je dan dus straks, als ik nu even het raam open doe, naar de tuin kijken. Want de bedoeling is dus dat hier straks de tuin komt. En daar kun je dus heel goed de stal zien. In dat gebouw komt straks de stal. Dus als je dan hier uit het raam kijkt, dan kun je zo naar de stal kijken en je kunt zo naar je tuin kijken. En dat lijkt me echt, als het helemaal af is, oh jongens, het wordt zo mooi. En dan hebben we hier gelijk de eerste kamer. Dit is een beetje een kleine kamer. Hij is bijna helemaal perfect vierkant. En dit wordt mijn kantoor. Er is nog niet zoveel spannends qua inrichting te zien. Alleen nog maar deze platen. Die zitten er omdat hier dus overheen gestuukt wordt. Dat komen ze, ik denk volgende week doen. Ik hoop volgende week doen. En ik heb hier dus al die ramen aan deze kant. Deze kan ook open. Dus dan hebben we weer dat hele mooie uitzicht. En dat is natuurlijk super tof. Dus hier ga ik lekker werken overdag. En dan hebben we hier de rest van de overloop. Kijk, hier zie je ook al die platen. Er moet allemaal gestuukt worden. Het plafond moet gestuukt worden. Dat wordt helemaal gestuukt, dus dan zie je dat niet meer. En we hebben dus nu sinds een paar dagen ook dit luik. En je kunt dan naar boven hier. En dan kom je dus op de zolder, op zo'n vliering. Dit. En hier kunnen we dus allemaal spulletjes kwijt. Misschien dat het op camera niet zo heel groot lijkt, maar het is in het echt wel echt heel groot. Hier aan de linkerkant van de overloop hebben we onze badkamer. Daar staan wel al alle producten in die je in de badkamer moet gebruiken. Zoals je wc, je wasbakken, je douche. En om de hoek zit ook een bad en een verwarming. En er is gewoon getegeld, maar we moeten hem nog afwerken. Dus we moeten nog het plafond schilderen. In deze doos zit het gordijn, dat moeten we nog ophangen. Hier zitten wat schilderijtjes in, die wil ik graag
graag ophang. Echt hele leuk. En ik vind het zo schattig. Hier moet nog een mooie balk voor over die lelijke balk. Maar eigenlijk zijn we dus nou, best wel heel erg ver klaar hier. Dus dat is heel erg fijn. Het is echt een hele fijne badkamer. En ja, ik ben er heel blij mee. Dan gaan we naar de volgende ruimte. En dat is deze ruimte. En dit wordt onze slaapkamer. Aan deze kant zie je een muur. Die zit dus niet in die platen waar ze overheen gaan stuken. Maar die is gewoon van hout. En dat komt omdat we hier een kast tussen gaan maken. Dus echt een inbouwkast. Die komt dan ook tot hier. Precies tot deze muur. En dan helemaal de hele lengte van deze kamer eigenlijk tot aan die kant. Dan doen we aan deze kant het bed. Dus je ziet ook, daar zie je snoertjes uit de muur komen. En daar zie je ook snoertjes uit de muur komen. En dat is waar de nachtlampjes komen. En hier hebben we dus ook weer die hele mooie ramen overal. Die kunnen aan die kant en aan deze kant open. Ik zal er even eentje open doen. En dan is dit het uitzicht. Ik denk dat er een tractor langs komt. Ja, dat is van de buurman. Die komt met zijn tractor en zijn bomen door de straat heen gereden. Dus dit is het uitzicht vanaf hier. En dan de laatste kamer alweer. Dat is deze. Daar staat nog een kast in de weg. Dit is een kast die hier stond toen we hier kwamen wonen. Die is achtergelaten. En ik weet heel even niet hoe deze kast heet. Maar zo'n soort kast heeft een naam. Is heel oud en over het algemeen heel gewild als je die opknapt. Dus dat wil ik graag doen, want ik wil deze kast graag houden om hier in deze kamer te zetten. Want dit wordt dus de logeerkamer met zo'n heel vet vliering ding erbovenop. Dus je kan hier straks ook met een trappetje kan je naar boven toe en dan kan je ook boven slapen en chillen en dat soort dingen. En deze kast die ga ik dan tijdelijk maar even in deze ruimte zetten. Op deze plek, dat is de enige plek waar die kan. Want daar kan ik dan bijvoorbeeld mijn paardenspullen in bewaren. Omdat ik in mijn gewone kledingkast, ik heb gewoon heel veel paardenkleding. En ik heb in mijn gewone kast niet zo heel veel plaats daarvoor. Dus ik dacht, als ik nou een paardenkast maak, dat zou echt top zijn. En dit is hoe dat eruit ziet. Oh, je kan trouwens daarbovenop, kan je net staan. Dus als je, ik ben best wel groot en ik kan er net staan. Dus als je ja, iets kleiner bent, dan kun je hier gewoon heen en weer lopen ook. Dus ik vind het echt wel tof dat we daar ook een soort chill plekje kunnen maken. Ik ben weer beneden en ik heb de wc helemaal nog niet laten zien. Die is dus wel helemaal klaar, behalve de vloer. Want die moeten we dus tegelijkertijd leggen met deze vloer. Dit is hoe de wc eruit ziet. Ik zal even het lampje aandoen. Tadaa! Even de overview. Voordat we naar het stallengedeelte en het land gaan, heel even over de tuin. Want we hebben best wel veel land rondom de boerderij, waar geen paarden kunnen lopen. Ja, misschien de ponies, die kunnen hier misschien wel lopen. Maar de bedoeling is dat het in principe tuin wordt. Ik sta nu in wat de voortuin moet worden. En hier achter mij hebben we een soort ja, tussentuin, een soort veldje naast de dijk. En daar kunnen dus nu de ponies lopen. Kijk, er staat een hek omheen en dat is van toen hier nog schapen liepen. En nu lopen de ponies dus hier. Dus die kunnen helemaal vanaf de stal, helemaal aan de andere kant, kunnen ze helemaal hier omheen en kunnen ze hierin. Er ligt een krant in de tuin. Ik weet niet zo goed hoe dat kan. Die moet ik straks even oprapen. En ja, ze kunnen dus nu hier lopen. Maar ik wil dus eigenlijk dit gedeelte, omdat dit echt ja, een heel gezellig hoekje is. Er is hier ook heel veel licht en heel veel zon altijd. En ja, nu rijden er dan toevallig wat auto's langs. Maar zeker in de weekenden of als het mooi weer is, dan lopen hier veel mensen, fietsen hier veel mensen. Ik vind dat dus wel gezellig. Dus ik wil hier eigenlijk een soort ja, moestuin van maken, waar ik ook kippen in kan doen bijvoorbeeld. En dan dat je hier bijvoorbeeld een klein stukje maakt met een bankje of zo, dat je hier wat koffie kan drinken. Niet echt een chill tuin, maar gewoon waar je nou, waar je dus een moestuin kunt beginnen. En dat lijkt me dus ook heel logisch, want dit is een kersenboom. Dus hier groeien kersen. Dit is een aalbessenstruik. Dus hier komen van die hele zure rode besjes aan. Dit is een vlierbessenstruik. Dus hier komen vlierbessen aan. En daar kan je ook siroop van maken. Dit is volgens mij een seringe en dit is ook een seringe. Daar hebben we er om de een of andere reden twee van. Ja, deze is dus echt prachtig met hele mooie paarse bloemen.
En hij ruikt super lekker. Maar goed, als ik alles ga houden wat hier staat. Want er staat hier dus ook een hele grote walnotenboom. Kijk even hoe begroeid dit is. En dit is gewoon het raam van onze woonkamer. Dus ja, het wordt misschien een beetje donker als ik het allemaal laat staan. Maar daar gaan we dus echt even over nadenken. De bedoeling is dat dit wel helemaal wordt afgesloten. En dat dit echt de tuin wordt. En dat we dan de oprit aan de andere kant gaan leggen. Dus dat je dus gewoon lekker van je achterdeur gewoon lekker hier je tuin in kan. Het huisje hier is een oud vervallen huisje. En dit is een huisje uit de oorlog. Toen het hier oorlog was, toen hebben hier een tijdje mensen in gewoond. Je kunt ook een heel klein beetje... Wacht, kijk. Ja, ik kan het focussen. Naar binnen kijken. Kijk, dit is hoe het eruit ziet. Er ligt superveel rotzooi. Oude klompen, oude fruitkisten. Er liggen nog servies en nog wat meubelstukken. Maar het is dus helemaal vervallen en uit elkaar gevallen. Maar het is dus een historisch gezien en geschiedenis-wise is het echt een heel belangrijk huisje. Dus we willen het eigenlijk opknappen en dan gebruiken bijvoorbeeld als een... Ja, bed and breakfast of als een huisje waar misschien familie in kan. Of misschien als we hier ooit trainingen gaan geven dat kijkers van Paardenblad V hier misschien wel in kunnen. Als ze dan een training willen volgen of zo. Ik heb geen idee. Dat is dus echt nog een project. En dan dit grote gedeelte achter de boerderij wat eigenlijk nog over is voordat we aan het paardengedeelte komen. Hier willen we denk ik een boomgaard maken. Moeten we ook nog even over nadenken hoor. Maar ja, we hebben allemaal mooie plannen om te doen. En we moeten dus even gaan beslissen wat we gaan doen. Oké, dan zijn we nu aangekomen bij het paardengedeelte. Dit is de schuur die we hebben staan en waar we iets voor paarden in moeten gaan maken. In het meest ideale geval zou ik zeggen, gooi dit helemaal plat en bouw een nieuwe stal precies even groot als wat er nu staat. Want dat zou dan technisch gezien mogen van de gemeente en met al je vergunningen. Maar dat is dus mega duur. Echt mega, mega duur. En ik vind het ook wel een klein beetje zonde, want ja, dit gebouw staat er al. Dus waarom werken we niet gewoon met dit gebouw? Dus dat is ook het idee, dat we echt iets gaan maken in dit gebouw. Dit gebouw is aan drie kanten dicht. Dus hij heeft een zijmuur, een achtermuur en nog een zijmuur. En de voorkant is open. Dan willen we graag dat we de voorkant dicht maken. En waarschijnlijk... Kijk, want er zijn zo vijf van die open vakken. 1, 2, 3, 4, 5. De bedoeling is waarschijnlijk dat we de twee buitenste dichtmaken. Deze ook, de twee buitenste dichtmaken. En dat we die middelste, dat we daar twee grote schuifdeuren in maken. Dus dat je daar de stal open kan doen. En dat je dan hier dus naar binnen loopt. En dat je hier dan ja, je ruimte hebt en dat het helemaal mooi dicht is. Daarbovenop, dus waar eerst de koeien stonden, dat is een verhoging. En dat is een officiële hooizolder. En dat is dus ook wat we graag willen gebruiken als hooizolder en stroopslag. Want er is echt heel, heel erg veel ruimte. Er ligt nu nog allemaal rotzooi van het verhuizen. Maar dat kunnen we dus gemakkelijk gaan gebruiken voor het hooi en stro. Ik heb daar even de deur opengezet. Dat is waar vroeger de koeien stonden. Maar daar zouden dus eventueel ook paarden kunnen staan. En de grap hier is dus dat er al raampjes in zitten. En daar kun je natuurlijk raampjes van laten, maar dat hoeft niet. Je kan ook gewoon die raampjes eruit halen en dan kun je er luikjes van maken, zodat de paarden naar buiten kunnen kijken. Voordat we dus überhaupt hier iets kunnen gaan beginnen, moeten we de boel hier leegruimen en opruimen. En we beginnen nu in de periode te komen dat we dat ook daadwerkelijk kunnen doen. Want het heeft hier tot nu toe alleen maar stampvol gelegen met spullen uit het oude huis, paardenspullen uit het oude huis, verbouwspullen, heel veel bouwmateriaal. Dus we konden ook nog niet eerder beginnen aan het maken van stallen, want we hadden deze opslagruimte nodig voor ja, opslag. We zijn afgelopen weekend begonnen met dit allemaal opruimen en we komen, hoe verder we komen, hoe meer we erachter komen dat we echt heel veel paardenspullen hebben die we bewaard hebben vanuit ons bedrijf met het idee, oh, dat komt vast nog wel een keer van pas. Maar als je het dan nog een keer gaat opruimen, dan kom je eigenlijk steeds meer dingen tegen waarvan je denkt, ja, dit hebben we echt niet meer nodig. Dus ik heb hier een hele stapel spullen staan, die hebben we gisteren uitgekozen, of uitgezocht. Dus ik denk dat ik dat ook allemaal ga wegdoen. Ik denk gewoon ergens via Instagram of wat dan ook. Ik moet nog even kijken wanneer en hoe en wat. Maar dat ga ik dus gewoon allemaal weg. Als alles hier helemaal is opgeruimd, dan kunnen we daadwerkelijk gaan beginnen met het bouwen van de stallen. We hebben allerlei verschillende ontwerpen gemaakt. En we hebben er nog niet één
definitief gekozen. Er zijn een paar dingen waar we echt over twijfelen. En waar we ook even van moeten uitzoeken of iets bijvoorbeeld beter te doen is dan iets anders. Of dat iets goedkoper is dan iets anders. Maar een van de dingen waar we heel erg over twijfelen is een ontwerp met vrije uitloop. Dus dat de paarden zelf vanuit hun stal naar buiten kunnen lopen. Ik ben even naar de andere kant van de stallen gelopen. Dat is hier. En hier kun je dus precies zien dat we die 5 raampjes hebben. Dus die 5 luikjes hebben. En je zou hier in principe ook deurtjes van kunnen maken. En dan zou je dus hier een soort paddockje aan kunnen plakken. Zodat ze zelf naar binnen en naar buiten kunnen. Het enige vervelende hieraan is dat dit omhoog loopt. Dus ze lopen altijd tegen een berg op. En ik weet niet of je dat nou per se moet willen. En aan deze kant zit je dus vlakbij de dijk. Dus als hier ooit een keertje met een bloedvaart een auto langs gaat of zo. De meeste mensen die doen dat overigens niet. Maar zo heel soms zit er wel eens eentje tussen. Dan zou het best wel eens kunnen dat ze misschien heel erg schrikken. Dat ze dan gaan rennen en dat ze dan zichzelf bezeren. Dus het idee bestaat er, maar we moeten nog even goed nadenken over de uitwerking en of we dat ook daadwerkelijk gaan doen. Kijk, ik ben nu hier en dan kun je dus een soort achteraanzicht heb je dan nu van de stal. De bedoeling is dat waar de ponies nu staan, dat daar straks de mesthoop komt. We hebben nu daar een mesthoop gemaakt, maar daar komt dus echt een stuk weiland. Dus waar de ponies nu staan, daar moet dan ook een mesthoop komen. En de bedoeling is dat hier aan deze kant, dat willen we heel graag, dat daar dan een buitenbak komt. En dat aan deze kant, waar ik nu sta, zeg maar in het verlengde van de stal, zo dus, deze kant op, tot waar ik nu sta, dat we daar dan paddocks maken. En dat we deze schuine kant eigenlijk echt bij het weiland gaan betrekken. En dat weiland, dat willen we echt daarachter maken. Dus je kunt echt, hier heb je zo'n inham met die boompjes, hier. Eigenlijk tot aan die inham willen we dan de paddocks en de buitenbak en een stukje schuin weiland, waar dus ook de ponnetjes veel overheen kunnen lopen. En dan achter dat gedeelte, achter die bomen, hebben we nog een heel groot stuk. En daar willen we dan de weilanden maken. Plus, we willen graag van het begin van het erf, daar, zeg maar waar de kiepwagen staat, helemaal rondom, om het bos heen, helemaal tot achter in de punt. En dan helemaal daar langs die boomkwekerij en dan hier helemaal terug, hier zo langs het hek, helemaal terug naar voren. En dan hier ongeveer bij de mesthoop weer terug naar de stal toe, willen we een soort buitenritpad gaan maken waar je dus lekker kan uitstappen en waar je dus echt een soort op buitenrit kan op je eigen erf. Het is echt zulk mooi weer vandaag en als het zo mooi is met de zon en lekker warmte, dan heb ik zoveel zin dat het straks, ik heb sowieso mega veel zin als echt de schop in de grond gaat, dus dat we dan echt op het punt zijn aanbeland van no turning back. Dus echt, het gaat nu echt gebeuren. Daar heb ik heel veel zin in, maar ik heb ook heel veel zin in dat het straks af is. Zoals je misschien ziet op het erf, en ja, behalve de voortuin dan, daar staan een paar planten. Maar op het rest van het erf en wat straks de tuin moet worden, er zijn hier geen bomen. Er zijn hier geen planten. Behalve voor de voortuin en dat kleine stukje bos. Verder is hier niks. Dat gaat wel komen, want in de komende maand gaan we bomen en planten uitkiezen die hier op het erf komen. Dus dan moeten we dus ook wel eens kijken waar we op het erf welke bomen en planten ongeveer willen. We kunnen ook fruitbomen uitkiezen, dus ook voor de boomgaard gaan we bomen uitkiezen. Dus dat lijkt me heel erg tof. Dus als jij zegt van nou, je moet echt kersenbomen nemen of je moet echt appelbomen nemen. Wij hebben dus nog nooit een boomgaard gehad, behalve een keer een appeltaart of een appelboom in de tuin. En verder hebben we dat nog nooit gehad. Dus als jullie zeggen van nou, dit is echt heel leuk om te hebben, laat het dan zeker eventjes weten. Ik ben weer terug bij het huis en ik heb nu met jullie gedeeld wat ik nu wilde vertellen voor vandaag. Laat me jullie adviezen, jullie commentaren, jullie mening horen hieronder in de comments. Ik heb er tot nu toe echt heel veel aan gehad. Ook heel veel mensen die echt goede dingen hebben gezegd over allerlei ontwerpen en over van alles. Dus dat vind ik heel fijn. Dankjewel daarvoor. Ik hoop dat je het leuk vindt om te zien. En zodra we weer nieuwe plannen hebben of zodra we echt een hele grote verandering hebben, dan maak ik voor jullie een nieuwe video. En zodra we boven klaar zijn, en dat duurt echt nog maar een paar weken,
dan maak ik een grote before en after video van de boerderij. Met alle before beelden zoals het eerst was en alle after beelden zoals het is geworden. Heel erg bedankt voor het kijken en ik zie jullie volgende week weer. Doei!